Mark Damen en Martijn van Bree zijn enkele jaren geleden begonnen met het opbouwen van een archief over de Brabantse dag. EDTV publiceert deze week een vijftal afleveringen over de geschiedenis van het evenement. In deze derde aflevering staat EDTV samen met de experts stil bij de invloed van de weersomstandigheden op de Brabantse dag. Als je ontzettend goed weer hebt, dan zou je denken van nou, dat is mooi voor de bezoekersaantallen. Maar de praktijk wijst wel uit, als het boven de 30 graden gaat uitstijgen, dan denken mensen van misschien kan ik eens beter bij het zwembad blijven liggen. Dat de weersomstandigheden veel invloed hebben op het evenement werd goed duidelijk in 1980. In dit jaar was er veel regen en kwamen er weinig bezoekers. Er kwam te weinig geld binnen en de Brabantse dag kwam in moeilijkheden. Om dit in de toekomst te voorkomen werd in 1983 de stichting Vrienden van de Brabantse Dag opgericht, die geld inzamelt voor het evenement, zodat financiële problemen kunnen worden voorkomen. Want te nat en te warm weer trekken geen bezoekers. Het ideale weer ligt volgens Martijn van Bree ergens in het midden. Nou, ik denk dat je moet kijken en naar de spelers en naar het publiek. Dus niet te warm, niet te koud. Dus ik denk 22, 23 graden met een zonnetje. Zien de spelers dat er heel veel publiek is, dat motiveert ook. En ook voor de spelers zelf is het gewoon fijn om mee te spelen, want ze moeten 2,5 uur die optocht lopen, wat ontzettend zwaar is, überhaupt al. En als het weer dan ook nog heel slecht is, dan is het nog zwaarder om in zo'n optocht te lopen. Kijk donderdag naar de vierde aflevering, waarbij stil wordt gestaan bij de invloed van de Brabantse dag op de jeugd.